Ja, het zal niemand ontgaan zijn. We hebben A, de reisbureauregeling en B, de werkkostenregeling. Nou, om met de reisbureauregeling te beginnen. Ja, we waren nogal verwend hier in Nederland. Want de winst die wij over de marge maakten, die was niet met btw belast. En in Europa, behalve Nederland, was die regel eigenlijk al ingevoerd. En Nederland heeft zich nu te houden aan de Europese wetgeving en het is dus gelijk getrokken. En eigenlijk is het natuurlijk heel normaal, je hebt een bepaalde omzet en die omzet is dus die winst die je op een reis maakt. En dat werk doe je hier in Nederland en over die omzet moet je dus btw betalen. Nu is het natuurlijk zo dat die hele wetgeving is zo strak mogelijk geformuleerd en zie je het als een zwarte lijn. En aan iedere zwarte lijn zit natuurlijk een heel grijs randje. En je kunt natuurlijk ook heel veel in dat grijze randje bewegen. Ja, ik zou eigenlijk mee willen geven van als je dat dan doet, pas dan op en maak duidelijk van tevoren afspraken bij je belastinginspecteur, zwart op wit, met name met de reizen, dat je daar niet de mist mee ingaat. En dat je dus heel duidelijk de afspraken vooraf hebt ingedekt, dat wat je doet. En dat je na de hand niet meer door de belastingdiensten extra aangeslagen kan worden. En ja, die hele regeling is natuurlijk vooral bedoeld om ons gelijk te trekken met alle Europese regels. Landen die buiten de Europese Unie vallen, zoals bijvoorbeeld Marokko, dat die in één keer veel interessanter zijn. Want daar geldt die nieuwe regeling dus niet voor. Als het goed is, merk je daar nu als opdrachtgever niet zoveel van. Want ook collega's in het buitenland, die hebben dezelfde regeling nu. En die zullen dat merken. Maar wij hadden altijd de voordeel ten opzichte van collega's in het buitenland. Want wij konden natuurlijk veel goedkoper werken, omdat wij over de marge geen btw hoefden af te dragen. Dus dat scheelde natuurlijk eventjes in die marge. Dus wij konden natuurlijk veel scherper offereren. Eigenlijk is het zo dat de bestemmingen buiten Europa, die zijn, als je puur naar de marge kijkt, zijn eigenlijk goedkoper voor de opdrachtgever. Ja.